Ben je lekker aan het eten? Wat gaan we vandaag doen? Naar het strand. Ja. En dan gaan we slapen? En een huisje. Ja. Een huisje. Een hele kluisje, huisje, hè? Oh, daar zit een ampel. Let's go. En in de emmer. Klaar. Het is een veel beter plekje, hè? Ja. En wat zijn dit? En wat zijn dit, hè? Polies. Wat zijn? Kom op, draaien. Weg bij die obstakels. Nou, de batterij viel uit tijdens de drill. Ik denk, laat even gelijk die drill zien. Maar ik moest even snel reageren. Er staat een mega groot wierbed waar ik echt nog geen 2 meter vanaf lig. En hij ging af, jongens. Binnen een half uurtje. Biep, 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 boom. Dikke bak. Ik denk een spiegel rond de 20 kilo. Kan 19 zijn, kan 21 zijn. Ik heb de hengel weer terug ingegooid. Ik heb nog niet eens koffie op. Dat ga ik nu doen. Hier. Vis zit in de sling. Ah, happy man. Niet voor niks het wekkertje gezet om 4:30. Het huisje waar ik zit te vissen. Het is een superleuk huisje. Echter heb ik ongeveer 100 meter wierbed voor mijn neus. Een echt dicht wier ook. Er is geen enkel open plekje in te vinden. Dus ik moet over dat wierbed heen vissen. Naar de rand van talud. Maar ja, over 90 meter wier heen. Dat betekent dat je lijn op het wier ligt. En er overal bootjes. Het roofvisseizoen is gisteren begonnen. Overal boten. Dus ik kon nou niet echt lekker ontspannen vissen. Dus heb ik de drone de lucht ingestuurd om te kijken of ik ergens vis kon zien. Kon ik ook ergens niet, geen enkel vis kon ik zien. Maar ik zag wel bij de haven zag ik een mooi interessant plekje waar dus geen wier staat. Maar dus een plaat was van 4 meter. Die heb ik gisteren aangevoerd en gisteravond laat nog een keer een beetje aangevoerd. En ik vaar mijn hengel uit met een handje tijgenoten erbij. En wat karpelisjes, red spijsbollen. Hij gaat gewoon meteen af. Terwijl hij in het net zat, heet hij de bollen al uit van die ik gevoerd heb. Dus dat geeft me een goed gevoel. Vis zit in de sling. Het zonnetje komt op. Ik ga eerst een bakje koffie zetten. En dan gaan we eens even kijken of ik hem wel of niet ga wegen. En waar ik hem op de foto ga zetten. Ik heb niet echt veel plekje hier. Daar is een mooi plekje. Maar dan moet ik eerst de hengels inhalen. Dus ik ga nog even denken hoe ik het ga aanpakken. Vis zit veilig in de sling. Koffie. Kijk eens hoor. Groot, hè? Ja. 19,5 kilo. Dat is zit vol op het voer. Al het voer ligt nu in de sling. Bah, 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 bah. Ja, hè? Bap. Zo. Weer lekker laten zwemmen, hoor. Ja.
Dan springen de karper gewoon in het. 20 meter van me af, precies waar die rechte engel ligt. Goed voor het vertrouwen, jongens. Kom maar, kom maar, kom maar. Goed. Nee, kut, sorry. Ah, shit. Weet je, een vis verspelen is nooit leuk. Maar als pas je tweede aanbeet is en de eerste vis was een goede vis, dan verspeel je deze en is natuurlijk dubbel zuur. Maar hebben jullie het kunnen zien op film? Ja, als je niet goed gehaakt, dat kan ook natuurlijk, hè. Een vis deed ook heel wild. Maar goed, ik heb weer een nieuw rigje erop gezet. 140 gram wortellood. Combi rig van 15 centimeter. En een wide gape straight, haakmaatje 4. En een 25 mm red spicebol. En daar ging hij dus ook net op af. Maar dan gauw terugvaren. Nou, het zit erop. Mijn kind belde net, ze zijn wakker. Dus ik ga lekker ontbijten en nog een dagje quality time met het gezin. We zijn vrijdag dus aangekomen. Eerste nachtje was eventjes afzien over het wier heen vissen. En tweede nacht heb ik niet gevist, maar deze stek aangevoerd. En gisterochtend een mooie vis. Net helaas een vis verloren. Maar dat hoort erbij, jongens. Eigenlijk heb ik een prima weekendje gehad zo. Het weekend is geslaagd met één mooie vis. Het was sowieso al geslaagd omdat ik hier lekker heb wezen vertoeven met de familie. Overdag zitten we een beetje lekker op het strandje daar ook. Het is een leuke camping. Want het is ons eigen huisje, dus geen gezeur dat je badkamers of toiletten moet gaan delen met andere campinggasten. Als je mij nou zou vragen, joh, zou je dit aanbevelen voor andere karpervissers? Ik denk het niet. Alleen echt wel een beetje voor de ervaren karpervissers die met boten en met wier overweg kunnen. En het beste is denk ik natuurlijk hier om gewoon vanuit de boot te vissen. Het is een jachtje waar je in kan slapen en dan een mooie stek aanmeren en afvissen. Want vanaf de kant is het eigenlijk niet te doen, vanaf deze kant. Waar ben ik nou geweest? Het Erkermeter Strand was het. Dat is in Flevoland, bij Zeewolde. Dat is de andere kant van de A28 als je langs de grote randmeren gaat. Ik heb eigenlijk een topweekend gehad. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden zo. En ik zie jullie bij het volgende filmpje. Om 7 uur al wakker. En ik denk, nou, als ze nou tot een uurtje of 8 slaapt, dan kan papa nog even vissen. Maar je werd al om 7 uur wakker. Hm? Ja. Kijk eens, wat zit er in de boot? Hm. Wat is dat? Hengels. Hengels, goed zo meisje. Ja. Dat moet allemaal opruimen. Denk jij, papa? Dat is een duikbril. Een duikbril? Dat is een losse duikbril. Ja, een duikbril, ja. En wat kan je met een duikbril doen? In de
waters. In de waters kijken. Ja, naar visjes. Naar visjes en je kan kijken of je voer weg is en je kan je haarkaas goed neerleggen. Maar het is nog wel een beetje koud. Ja. Ja. Oké, gaan we lekker eten? Nee. Heb je al gegeten? Ja, een vriendje. Wil papa en mama koffie drinken? Ja. Oké. Okay. Nou, en wil je spelen? Ja, en ga het loor spelen. Zeg maar dag allemaal. Ga maar eens gaan. Dag allemaal.